Onze volgende spreker is oud-secretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest. En hij is nu druk op dit moment in Londen en waar hij samen met Rick van der Ploeg bezig is met een studie van is het nou allemaal waar wat Tomi vertelt en kunnen we er ook een beetje geld mee verdienen? En dat uit de monden van een socialist. Dames en heren, Willem Vermeend. Dank je. Erik, er is een groot verschil tussen een socialist en sociaaldemocraat, maar dat heb ik je al vaker verteld. Nee, dat steeds niet. even iets over mijn... Ik zat met grote belangstelling te kijken naar dat prachtige filmpje van Den Haag. En daar werd ik een beetje blij van. Want tegelijkertijd wonen we natuurlijk in het meest chagrijnige land van de wereld. Er is geen chagrijniger land dan Nederland. Als ik in het buitenland kom, dan heeft iemand over Nederland. En dan kijk ik, als ik dan terugkom, denk ik, ik kom weer in Nederland. In het buitenland wordt heel anders gekeken naar Nederland dan wij zelf. Als ik kijk in de economische instituten waar ik een rol mag spelen, waar ik mee mag denken over de wereldeconomie, dan kijken we heel anders naar Nederland. Zelfs het INF heeft ontdekt dat wij chagrijnig zijn. Onze politie is chagrijnig, onze ondernemers zijn chagrijnig. Terwijl wij op het ogenblik nog steeds de nummer 5 van de wereld zijn als het gaat om concurrentiekracht. Op de wereldranglijst van concurrentie staan wij nummer 5. En wij weten het niet. Dat is het groot probleem. Ons bedrijfsleven hoort nog steeds tot de sterkste bedrijven van de wereld. Wij behoren in, zitten in de top 10 als het gaat in de wereld qua export. Op belangrijke terreinen is dit kleine land, wij zijn de nummer 18 op de wereldranglijst met onze 16, 17 miljoen mensen. 18, met 18 op de wereldranglijst van grootste economieën. Nog steeds. Onbegrijpelijk. Als je kijkt naar de wereldeconomie op dit moment, heb je een aantal grote blokken. Het grootste blok... Dat klinkt misschien vervelend voor een aantal mensen. Dat is de EU. De EU 27 heeft 27% van de wereldeconomie. Amerika 23% van de wereldeconomie. De opkomende economieën 20% van de wereldeconomie. In Japan, dat toch altijd verguisd wordt, nog steeds 9%. En is nog steeds een grote voorsprong, Japan, op de achterblijvers. China is binnen de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India, China, de BRIC, die hebben ongeveer 20%, is China 11%. China heeft zijn prognose moeten bijstellen in het laatste meerjarenplan. Dat is niet opgevallen. Het laatste meerjarenplan is de groei bijgesteld. Ze hebben een periode gehad van 13%. Het is bijgesteld naar 7,2. Dat doen ze niet voor niks. De voorspelling van de OESO van ongeveer 4-5 jaar geleden, waarin wordt voorspeld dat China in 2025 de grootste economie van de wereld zou zijn, komt niet uit. Alle prognoses die wij gemaakt hebben 5 jaar geleden, ook enormen, moeten bijgesteld worden. We kunnen zelfs geen jaar meer vooruitspellen. Dus Tony heeft gelijk. Binnen 10 jaar gebeurt er in de wereldeconomie veel meer dan in de afgelopen 30, 40 jaar. En hoe komt dat? We dachten dat het zou komen door de grote economische machtsverschuivingen van het Westen naar de opkomende economieën. Dat gaat niet door. Die vertraging gaat veel minder hard dan we gedacht. En hoe komt dat? Dat komt door de digitalisering van de wereldeconomie. En niet zozeer voor de hardware. Die hardware is buitengewoon belangrijk. Prima. De techneuten mogen alles uitvinden. Prima. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om de content. Daar gaan we ons geld mee verdienen. Het gaat om content. Assets, toegang en content. Dat is de wereld. Wie de slimste content heeft, wie toegevoegde waarde kan brengen, wie slim en smart is en het als het ware op het mobiel zet, prima, die is de winnaar van morgen. En dat, daardoor zien wij, dat is al onze economische modellen, is dat niet meegenomen. Dus de economie voor de komende 10 jaar, zal je ook zien, de machtsverhoudingen zullen niet zo verschuiven als we gedacht hebben. Westerse economieën, en dat van Maleid-Europa, waar we denken dat dat achterblijft, ja, dat blijft even achter, tijdelijk. Zal uiteindelijk, misschien word ik gek verklaard, is in 10 jaar de leidende economie van de wereld. Dat heeft ook te maken met de gigantische diversiteit. We hebben culturele verschillen, historische verschillen hebben we, economische verschillen, maar we zijn er wel in geslaagd in Europa. Het, zeg maar, de economie van de regio's. We hebben in Europa helemaal verschillende regio's die echt top ergens zijn. Als we meer gaan samenwerken op dat terrein, dat blijkt nu al, de EU 27, is nu al 76% van de wereldeconomie. We zijn het grootste handelsblok van de wereld. Daar kan niemand tegenop. En we hebben één groot voordeel als handelsblok ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan. En dat is onze vermogen om samen te werken met opkomende economieën. Wij zijn de grootste investeerder in China. De grootste handelsblok. Als Merkel in China komt, dan worden de wegen afgezet. Welkom.
Europa. Als Clinton komt, komt ze, worden de wegen niet afgezet. China heeft, ik heb zelf vaak in China geweest, ook als minister. China kan samenwerken met Europa. Europa is een ander land. Als de Amerikanen een groot vlaggenschip bouwen, dan zegt de Amerikaanse, dan zegt de Chinese minister, ja, het is buitengewoon veel, moet ook een schip bouwen. Europa niet. Europa heeft dezelfde cultuur. In de zin van cultuur, samenwerken, et cetera. Dus Europa gaat een gouden toekomst tegemoet. En wij weten het niet. En dat komt ook door de digitalisering. Kleine landen, bijvoorbeeld als Finland, your country. Top. Laat zien hoe het moet. Nederland was in 2000 een van de snelst groeiende economieën van de wereld. Wereldtop. Ondanks 5 kabinetten. 5 kabinetten zijn er niet in geslaagd om het land naar de kloot te helpen. 5 kabinetten in 10 jaar tijd. In 5 jaar tijd, 10 kabinetten. Doet China, niemand doet ons na. Italië niet, niemand. En toch is nog nummer 5 in de wereld. Het is fantastisch, dit land. En we weten het gewoon niet. We zitten een beetje te somberen. We hebben een kleine... Als je nou kijkt voor de komende jaren. Waar kunnen wij gaan groeien de komende jaren? Wat gaat er gebeuren? Ik zal invullen. Hardware heb jij goed gedaan. Ik ga nu de content doen. Content. Waar gaat dit land groeien? Heel simpel. 4 sectoren. Schrijf het allemaal op. 4 sectoren. Kunnen we ongelooflijk veel geld mee verdienen. Kunnen onze economie gigantisch oppeppen. Zijn we terug in het jaar 2000 toen we 3-4% groei hadden. 4 sectoren. 1. De Internet of Things. 50 miljard apparaten worden wereldwijd gekoppeld. Sensoren, jouw schapen. Maar het gaat veel meer. Alles wordt gekoppeld in internet. Verwarming. Dijkbewaking. Alles, je maakt, je kan niet voorstellen, het wordt gekoppeld straks. Dat geeft een geweldige datastroom, levert het op. De tweede sector. Daar kunnen we heel snel mee groeien. 3D-printing. 3D-technology. We moeten heel snel in gaan investeren. 3D-printing levert nieuwe beroepen op. Nieuwe ontwikkelaars leveren het op. Dat moeten we heel snel doen. Hetzelfde geldt als voor Internet of Things. Heb je technici voor nodig? Nieuwe beroepen. De derde, dat is de allergrootste sector van de wereld, wordt dat. Ik zit zelf in die sector. Dat is de meeste sector die wereldwijd nu al bij informal investors bovenaan staat. Education. Education. De bestaande universiteiten en opleidingen, gone. Wat er gaat gebeuren is het volgende. Onderwijs, zien we nu al, we doen dat op het ogenblik wereldwijd. Onderwijs wordt gratis aangeboden. Geef het weg, onderwijs. Iedereen zit op springen. Gratis onderwijs. Wat zijn onze verdienmodellen? Want die hebben we ook natuurlijk. Verdienmodellen zijn simpel. Geef het gratis weg. Die digitale leeromgeving, assistance, betaal je voor. En je betaalt voor examen. Dat zijn de verdienmodellen van de toekomst. Wereldwijd, edtech, op het ogenblik wereldwijd, wordt in geïnvesteerd. Als je kijkt op de Amerikaanse kapitaalmarkt, allemaal van die opkomende dingen, daar wordt geld in gestopt. In education. En dan de vierde sector, en dan zijn we in Den Haag. Daar kan ik de wethouder mee complimenteren. Internetbeveiliging. Internet security. Goed idee om dat hier in Den Haag heel snel neer te zetten. Haal slimme bedrijven die goed zijn in internetbeveiliging. Maar koppel daar onmiddellijk een universiteit aan. Koppel een hogeschool eraan voor internetbeveiliging. Daar kun je mee scoren. Op het internet. Miljoenen studenten wereldwijd komen hier. Om dat te studeren. Het is sexy, het is in. Crimebestrijding op het internet. Dus je hebt 4 sectoren waarin dit land gigantisch kan groeien. En we weten het niet. We zitten een beetje te somberen. We hebben het over de 3%. Ongelooflijk. Wat is 3% in de wereld? We moeten ons veel meer focussen dus op die kansen van de internet-economie. En daarom is het ook, we krijgen in toenemende mate, dan gaan we naar de regio. Dus de, zeg maar de regio's. Wereldwijd heb je niet meer de landen. Grenzen zijn niet interessant. Wereldwijd zien we in onze economische vooruitzichten zien we regio's ontstaan. Grensoverschrijdend. Regio's, smart cities, e-towns. Daar gaat het plaatsvinden. Daar gaat de economie groeien. En wat steden zouden moeten doen, zoals Den Haag, focus je op één onderdeel. Nou, wat Den Haag zou moeten doen, nou, die hebben nu gekozen, uitstekende keuze, internetbeveiliging, maar maak daar al iets moois van. Ga je dan ook melden dat je er hebt. Ga een paal in de grond en zet dat je de stad van de internetbeveiliging bent. Je moet jezelf promoten. Toen de minister was, zei een ambtenaar tegen mij, Willem, dat wordt niks. Ik zei, nee, dat klopt. Maar hij bedoelde het volgende. Hij zegt, als je niet zelf zegt dat je goed bent, een ander zal nooit dat zeggen. Dus als je wil promoten in de wereld van het internet, moet je ook ergens op het internet laten zien dat je bent als dat.
Dus je internetbeveiliging, zet dat neer, ga interessante industrie hierin halen en koppel daar education aan. Vervelend is het natuurlijk wel nodig dat je in ieder geval supercel internet, maar allemaal, het gaat om toepassingen. Ik bedoel, wifi is allemaal prima. Supercel internet, prima. Maar uiteindelijk gaat het in de wereld om toepassingen. E-health, e-government, e-education. En dan vervolgens koppel je aan, daar zijn we ook in Nederland mee bezig, met data-analyse, dus big data. Koppel je het in al die sectoren. Nou, daar kan Nederland groeien. Nou, en vorige week heeft de minister mij gebeld. En vroeg, heb je nog tijd over? En ik ga met 4 ondernemers, zijn we vorige week benoemd, om in deze sectoren, ICT, om op te treden als soort doorbraakaanjagers. Nou, daar gaan we nu weer beginnen. Dus iedereen die goede ideeën heeft, meld u. Dank u wel. Je kan helaas niet bij de ronde tafelconferentie die we tot besluiten. Ik moet een smart vision. Nou kijk, dat is duidelijk. Dus jij zegt inderdaad, die groei die zit hem gewoon echt in de inhoud. Ja. En Nederland kan daar een hele prominente rol in spelen. Overigens, die cyberaanvallen die we nu voor onze kies hebben gekregen, is dat niet door de beveiligingsindustrie zelf bedacht, denk jij? Zou kunnen. Niet heel onmogelijk, toch? Nee, als voor zover bekend, ik was bij een groot congres. Ja, is het natuurlijk, het is een eentonig te maken met buitenland. Altijd als de Amerikanen mag geloven, doen de Chinezen dat. En de Chinezen beschuldigen Amerikanen. Nou zie je dat, hoe dat werkt. Dan gaat het op die manier gebeuren. Ja. Zeer opvallend wat je nu weer gaat doen. Je bent altijd wat dat betreft een, iemand met 85 banen. En gelukkig niet zoveel ongelukken, dat scheelt natuurlijk. maar je ziet veel toekomst voor Nederland. Toch eventjes terugkomen op het begin van je. Waarom zijn wij zo chagrijnig dan, denk je, als Nederlanders? Het stimuleert ons wel om extra ons best te doen. Nee, maar als je nou kijkt in de politiek, het gaat altijd over problemen. Wij zijn in staat voor elke oplossing een probleem te vinden. Dat is echt ongelooflijk. Toen ik op het departement kwam ook, ik kreeg altijd notities. En er stonden altijd problemen op. Toen heb ik ook tegen me gezegd, ik wil geen problemen zien, ik wil alleen maar oplossingen zien. Maar wij slagen er altijd in. En dat is typisch Nederland. We denken niet in oplossingen, we denken in problemen. Ja, en wij zijn een Calvinistisch land. Zelfs als het goed gaat in dat land, als je kijkt wat ontzettend leuk is, iedereen moet waarschijnlijk een sociaal-cultureel planbureau. Nederland is wel consequent altijd. Ook als het goed gaat, blijven we zeuren. Blijven we zeuren. Dat is wel een zeurenvond.